de schoonheid van bloemen, de schoonheid van de natuur. Het is een heel verleidelijke entiteit überhaupt. Dus je kan eigenlijk niks anders dan je het door te laten verleiden. Mijn werk als fotograaf is denk ik toch heel eclectisch. Ik kan bijvoorbeeld sneakers fotograferen in een set van alleen maar perspex elementen. Of ik kan sneakers fotograferen in een 17e eeuws geïnspireerd bloemstilleven. Het werken met bloemen is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Ik dacht, volgens mij kan ik dit. Ik weet wat ik mooi vind. Ik weet iets van kleuren. Ik denk iets te weten van welke vormen het zijn. En ik laat het eigenlijk gewoon gebeuren. Sinds een aantal jaar werk ik in Berlijn. Berlijn vindt Mathilde Carrère denk ik ontzettend gedoe. In mijn werk vind ik altijd wel een ruimte om een bloem te gebruiken. Ik vind het een fijne tegenhanger om iets organisch in een beeld te hebben. Je laatste werk is altijd je beste werk. Totdat je denkt, ik weet iets beter en je gaat er verder. Dat is een constantheid die blijft doorgaan.